MBO-studenten hebben door corona grote moeite om stage en werkplekken te vinden. Daardoor dreigen ze vertraging in hun studie op te lopen. Of, gelukkig valt de situatie in onze regio nog mee, maar toch moeten studenten ook hier extra moeite doen voor een stage. Vooral door corona nou is het redelijk moeilijk om een stageplek te vinden. Ja, sommige leerlingen die hadden er meer moeite mee, vooral doordat sommige bedrijven geen stageplekken hadden door corona nou. Dat was inderdaad in het voorjaar. Toen hadden we in principe 2 stagiaires die hier zouden komen, maar die hebben beide af moeten zeggen. Maar nu dat de scholen weer open zijn, ja, nou is het fijn dat ze wel kunnen komen. Ook in de audiovisuele sector is het moeilijk om aan een stageplek te komen. Gelukkig voor Max uit Schijndel vond hij een plek bij Omroep Meijerij. Ik denk dat corona zeker wel een rol heeft gespeeld en hoe lang het heeft geduurd voor mij om een stageplek te vinden. Ik begon wel een beetje in de stress te raken. Want ik moest wel een stageplek hebben natuurlijk. Want het is belangrijk dat ik deze stage heb als ik wil slagen aan het eind van deze hele rit. Er zijn ook leerlingen die door het missen van de stage een achterstand oplopen. Ja, die zijn er helaas. We proberen dat echt tot een minimum te beperken. De overheid heeft daar ons ook extra ruimte voor gegeven om te zorgen dat we dat soort achterstanden inhalen. We mogen wat extra lessen geven, wat extra programma's draaien. Het zit voor een deel in techniek, het zit voor een deel in verkoop. De winkels hebben, de retailhandel staat natuurlijk ook onder druk. Daar hebben we best veel stagiaires die nu op zoek zijn naar een plaats. Vind je het fijn dat je op stage kan? Ja, je krijgt gewoon veel meer mee tijdens de stageperiode dan in principe met stof en de lessen. Dus het is uiteindelijk wel prettig. Nou ja, je zult wel zien op mensen dat mensen aan de balie komen. Mijn computer doet het niet. Dat is leuk dat je online zit, maar ja... Wat doe ik dan? Ik kan iemand bellen, maar die ziet niks, die weet niks. Dus op het moment dat je dan fysiek aanwezig bent en je kunt even meekijken met de collega of met de leerling. Oh, ik zie het al, je hebt geen wifi. Of oh, ik zie het al, dit is er aan de hand. Dat moet echt fysiek, dat kan niet op afstand. Daarnaast komt bij een stage veel meer kijken dan alleen de technische aspecten. En die leer je niet thuis achter je computer. Je leert in de praktijk zoveel meer als dat je met de theorie kan op school. Vandaar dat ik iedereen echt wel een stageplaats zou willen bieden. Het is zoveel aanvullend, zoveel beter. Ken je ook leerlingen die helemaal geen stageplek hebben gevonden? In onze klas hebben we er nou eentje zitten die nog wel bezig is met zoeken. Maar uiteindelijk komt dat ook wel goed. Ik zou bij deze wel een oproep willen plaatsen aan alle bedrijven en instellingen. Help ons alsjeblieft met het plaatsen van stagiaires. We hebben echt nog wel een aantal jonge mensen die op zoek zijn. Mocht u daar ruimte voor hebben, dan nemen wij graag met u contact op.